Ja, onze bestaande hark was een keer een vervanging toe. Het belangrijkste argument om deze 1370 te kopen was wel het schone harken en het mooie harken van het zwart. Ja, dat de voorste toren sneller draaien, dat ten opzichte van oude harken, dat was voor ons wel een belangrijk punt. We zijn vandaag bij loonbedrijf Tuller in Badmen. Mijn naam is Bert-Jan Slaghekken. Ik ben mede-eigenaar samen met Erika hier het loonbedrijf van Erika's ouders. Het loonbedrijf dateert uit de eind jaren 50. Mijn schoonvader is ooit begonnen met melkrijden en dat heeft zich uitgebreid tot wat het nu vandaag de dag is geworden. Ja, we zijn een familiebedrijf. We zitten met 15 vaste medewerkers. We hebben een paar ZZP's en een paar losse medewerkers. De werkzaamheden die we uitvoeren zijn hoofdzakelijk in de melkveelderij. Moet je denken aan mest, gras en mais ter behoeve van de melkveelderij. Dat is denk ik wel zo'n beetje 70% van ons omzet. En daarnaast hebben we nog een gedeelte grondverzet. Ja, het gebied van ons waar we werkzaam zijn is hoofdzakelijk in Badmen Houten. En ja, ik denk dat we met een straal van 10 kilometer meer te wel kunnen doen. De grondsoort waar we hier op werken is hoofdzakelijk zandgrond. Wat dat betreft wel een makkelijke grond om op te werken. Ook zeer geschikt voor de veelderij, vandaar dat het hier zo massaal aanwezig is. We beschikken hier over 11 kronenmachines. Een Big M420, Big X700, de nieuwe hark, de TC1370. Dan hebben we nog een ronde bouwpers, komt prima. Vierkante bouwpers, de 1270. High speed. En dan hebben we 3 TX460 slagerswagens en 3 ZX430 oprawagens. De hoeveelheid hectares die wij oogsten is 540 hectare mais ongeveer. En ja, afhankelijk van het weer, maar rond de 6.600 hectare gras wat we inkuilen. Het aantal balen wat we per jaar maken is ongeveer 8.000. Het grootste gedeelte is vierkant. Maar ja, volgens mij 3000 ronde balen per jaar, dat is altijd wel een beetje vast. Ja, dit is onze derde vier-elements kronenhark die we hier hebben. Ja, de 1400 die hadden we al een jaar of acht gehad en die was ons dus een keer aan vervanging toe. En daarbij is de keuze ook op de TC1370 gevallen. Ja. Wat voor ons wel belangrijk was, was dat de voorste rotoren, dat die het gras goed uit elkaar gooien, dat die er geen wiers van maken. Dat de daalsnelheid goed te regelen is. En ja, dat de bodemdruk goed te regelen is, dat was ook wel een paar belangrijke aspecten. Ja, de hydraulische bodemontlasting, dat is voor ons wel een voordeel. Het eerste merk is wel als je de voorste rotoren smaller zet in werkbreedte, dat de bodemdruk gelijk blijft. Dat was bij de vorige hark nog wel een verschil. De nieuwe turbo, ja, met de voetbare, die nieuwe knoppen, dat werkt goed. De opbouw van de knop is wel vergelijkbaar met het vorige scherm, dus het went snel. Dat lijkt wel goed, die nieuwe turbo. Het roeas in het gras is wel een issue, en vooral bij het herfstgras. Je merkt bij de laatste sneden dat het roeas vrij snel naar boven gaat. De ervaring met lifttand hebben we zelf nog niet, maar ik hoop dat dit het roeas ten goede komt. Ja, onze kronendealer is Latrago in Goor. Het voordeel daarvan is de korte lijn met de fabriek. Als een keer een probleem is, kan het best wel snel geschakeld worden. En torpederen werkt dat best wel prettig zo. Waar naar onze idee kronen voor staat, toch wel een fabriek die veel innoveert, veel naar oplossingen zoekt. Het voordeel van de korte lijntjes van fabriek vinden we wel een voordeel. En ook de afterservice, over het algemeen worden problemen, als er een keer problemen worden, wel goed opgelost. Ja, daar zijn we wat tevreden over.